Na afloop van de voorstelling Mijn Ede kwamen er vaak toeschouwers naar Hensema toe met verhalen en anekdotes uit hun eigen leven. Deze verhalen vormden de inspiratie voor Mijn Tweede. Schieß mich doch zum Mond, lass mich los und sag das war's. En dan legt zijn hand op mijn borst. Mijn Ede ging natuurlijk over de jaren 80 en dit gaat eigenlijk over het Groningen van nu. En dus er zitten ook wel actuele thema's in, zeg maar. En we vonden dat een ontzettend leuk idee om te proberen. En zo is dat gekomen. In Mijn Tweede toont Hensema wederom zijn talent om razendsnel te wisselen tussen verschillende karakters en verhalen. Ik zeg, nou, dan zal die wel op een andere naam staan. Dan heb je op de verkeerde lijst in die mooie, onzedige kleine vingertjes van je. En dan zeg ik tegen mezelf van, god, toch sloop, man, pisvlek. Maar de grote vraag is natuurlijk of Hensema het enorme succes van Mijn Ede weet te evenaren. Ja, anders gewoon. Ik kan gewoon niet vergelijken met elkaar. Het moet toch wat meer geolied raken. Tenminste, is mijn mening. Mm-hmm. Maar erg leuk. De mimiek was fantastisch. De figuurtjes en de stemmen die hij kon spelen, dat was, was heel erg leuk. Du zegst, du bist vrij, maar du bedaust, ik ben zo eenzaam. Mijn Tweede is vanaf zaterdag te zien in de Groninger Theaters en ongetwijfeld binnenkort te horen in de hitlijsten. Want zijn blik in die ogen zegt alles tegen mij. Ik voel me precies als die. Kist rustig, eerlijk wezen. Doe vuilst iets te gek, zegst toe, die lip begint te trillen.